De Klok is mede mogelijk gemaakt door Doornenbal Telecom. Doornenbal, voor netwerken, cloud, VoIP en observatie. Ja, goedenavond. Dit is Hooi Centraal met vanavond de loopbaancoach Paidox Nijverdal Village. De eerste week schaatsbaan Nijverdal. Gea van Sport schuift aan. Zij is nieuw. Met haar gaan we het hebben over sport. En Wil die gaat vertellen wat er vanavond in Raadsplein zit. Maar we beginnen, zoals u van ons gewend bent, met de actualiteit van afgelopen week. Want als je door moet werken tot je 67ste, ja, dan kun je maar beter werk doen dat bij je past. Soms rol je in een functie waar je niet helemaal tot je recht komt, of ben je door een reorganisatie in een positie beland waar je niet gelukkig van wordt. Nou, voor jezelf kan dit betekenen dat je niet met plezier naar je werk gaat, maar voor de werkgever kan dit misschien wel hoog ziekteverzuim met zich meebrengen. Nou, en ook de jeugd, ja, die moet al in een vroeg stadium een profielkeuze bepalen, terwijl ze eigenlijk nog geen idee hebben waar hun ambitie ligt. Nou, in dit geval is een loopbaancoach misschien een oplossing, maar wat doet een loopbaancoach eigenlijk? Ik werk als loopbaancoach en mensen komen bij mij met vragen van: ik heb wel werk, maar ik vind het helemaal niet meer leuk. Of ik heb geen werk en ja, ik weet gewoon niet wat ik het beste kan gaan doen. Wat nou echt bij mij past. Waar zijn dan mensen toch in dat vak gerold, zeg maar? Dus toch ook uit een ambitie? Nou, soms wel en soms zijn ze gewoon aan het werk gegaan. Zoals heel veel jonge mensen gewoon aan het werk gaan om geld te verdienen. Omdat het moet, omdat ze een huis willen en de hypotheek moeten betalen. Dus niet iedereen maakt een hele bewuste keuze als hij jong is. Soms is daar ook de kans niet toe om te gaan studeren, terwijl je dat misschien eigenlijk wel kan en wil. Maar zijn de omstandigheden er niet naar om dat te gaan doen. En zo komen mensen soms in werk, soms verandert er werk ook. Tijdens een werkzame periode zijn er heel veel veranderingen in allerlei werk en blijkt op een gegeven moment dat het niet meer past. Hoe wil ik nou de rest van mijn werkende leven leuk, lekker, fijn aan het werk? Dat kan eigenlijk ook zijn bij de werkgever zelf. En zeker dan om een ziekteverzuim, zeg maar, terug te dringen, toch? Ja. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt gehad die kwam hier met de vraag van: ik moet weg bij deze baas, hoor, want ik vind het verschrikkelijk. Ik moet werk doen, ik doe werk wat ik gewoon echt niet meer leuk vind. En we zijn op zoek gegaan, we zijn gaan puzzelen van wat past nou wel bij je. En er kwam uit dat er een hele kleine verschuiving al zoveel verandering in haar werk bracht. Ze is helemaal gelukkig. Maar u gaat in gesprek met de werknemer, maar dat vergt dan ook een aanpassing van de werkgever, toch? Ja, uiteindelijk dan wel. Uiteindelijk is een werknemer natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden binnen het bedrijf. Zijn er geen mogelijkheden, ja, dan is het ook heel snel duidelijk. Dan gaat iemand op zoek naar ander werk. Maar nu is het toch zo dat heel veel jongeren moeten al heel vroeg op school een profiel kiezen. Ja. Is daar nog begeleiding in mogelijk? Ja, ik krijg steeds jongere cliënten. Ik ben net naar een bijscholing geweest om hele jonge kinderen te helpen bij, ja, wat wil je nou eigenlijk? Wat vind jij nou leuke vakken? Waar word je blij van? En dan heb ik het over 14, 15, 16, 17 jaar. Maar de profielkeuze is ver daarvoor al, toch? De profielkeuze is ver daarvoor. En dan hebben we het nog niet over de beroepskeuze, over de studiekeuze, maar wel over, ja, ga je naar het oosten of naar het westen? Over die grote verschillen, daar weten kinderen diep van binnen al heel veel van hoe het bij hen zelf zit. Ja, voor de derde keer op rij ligt er alweer een schaatsbaan in Nijverdal. Zaterdag was de eerste dag, dus tijd om de schaatsen uit het vet te halen. Haal je schaatsen en handschoenen maar weer uit de kast, want de schaatsbaan op het Henri Dunantplein is weer geopend. Veel plezier kunnen kinderen, maar natuurlijk ook volwassenen, schaatsen of even warme chocolademelk drinken in de altijd warme tent naast de schaatsbaan. Ja, de carrière van Kelvin Bolink uit Nijverdal gaat snel. Onder de naam Paradox heeft hij al op grote podia's mogen optreden. En binnenkort organiseert hij een groot dance-event dat 8 januari zal plaatsvinden bij Toy Toy.
Velen kennen jou als Kelvin Bowling, maar inmiddels heb je al veel meer bekendheid verworven met de naam Pyrodox. Wie is Pyrodox? Ja, wat je zegt, Kelvin Bowling uit de Kruidenwijk. Ik ben een producer, DJ. Het produceren doe ik al een hele tijd. En daaruit ben ik gaan DJ'en, gaan draaien. En zo is het een beetje gaan lopen eigenlijk. Ik weet niet hoe lang je bezig bent, maar je hebt inmiddels al wel grote podia mogen bezoeken. Dat was dan wel hier in de buurt. Het begon met Douwpop, Lageveld, noem maar op. En toen ging je de grens over, hè? Ja, naar Engeland zijn we geweest. Daar mogen we waarschijnlijk terugkomen. Dus dat is ook leuk. We zijn natuurlijk met meer dingen bezig nog in het buitenland. Maar dat gaat wel heel snel. Ja, best wel. Ja. Hoe het zo snel kan gaan, ja, zeg het maar. Goed, maar we zijn Kelvin, dus Pyrodox, nog niet kwijt. Want je organiseert een vrij groot dance-event in Nijverdal. Vertel eens. Ik ga een dance-event organiseren in Toy Toy, Nijverdal. In samenwerking met hun. Dat wordt een dance-avond waar ik met name aan verbind. Dus ik nodig bevriende DJ's uit, zeg maar, uit de scene. Noem eens namen. East & Young, CMCS, ikzelf, Sleazy Elegance, Code Cologne. Dat was het. En wanneer is dat dance event? De 8 januari is de eerste editie. En wat verwacht je daarvan? Ik hoop dat het gezellig wordt natuurlijk. We doen ons best met promotie, met de gekkigheid die er de avond gaat gebeuren. Maar als dit dance event een succes is, kunnen we het in Nijverdal, kunnen we Pyrodox nog wel blijven zien? Ja, zeker wel natuurlijk. Gewoon dicht bij je roots blijven, vind ik. Dus wat dat betreft wel, ja. De tickets voor dance events, zijn die al verkrijgbaar? Jazeker. Je kunt ze kopen bij Grand Café Toy Toy en de Kassa. Ik ga zelf nog een winactie geven op mijn Facebook en Instagram, dat is /Pyrodox Music. De tickets kosten €5 in de voorverkoop en €7 aan de deur, de avond zelf. 3, 2, 1, go! Nou, dat zou vast wel weer een gezellige avond worden in Toy Toy. Daar zet hem dus in je agenda 8 januari. Tom van der Sluis en Frank Evers zijn een nieuw platform gestart onder de naam Nijverdal Village. Deze twee creatievelingen willen Bangkok verkennen en hier een documentaire van maken onder de naam Creatieve Zone. Ik ben muzikant. Ik studeer aan de Rock Academie in Tilburg. Daar studeer ik popmuziek. Ik ben begonnen daar met rappen. Maar eigenlijk ben ik toch al heel snel uitgeweken naar echt het produceren van de muziek. Dus meer een soort van beat maken. En op die school zitten gewoon alleen maar muzikanten. Zowel gitaristen als bassisten, drummers. Dus je hebt echt gigantische kruisbestuiving van muzikaliteit. Ik ben grafisch designer. Ik ben afgestudeerd aan de Saxion Hogeschool Enschede. Heb ik kunst en techniek gedaan. En ik ben afgestudeerd op de richting advertising en grafische vormgeving. Dus we zijn een creatief platform gestart. Daar is ook de Facebookpagina bij, Nijverdal Village. We willen eigenlijk laten zien dat Nijverdal heel veel te bieden heeft op creatief gebied. Alle expertise's die mensen uit Nijverdal hebben, om dat samen te brengen, om achter een idee te gaan staan en te kijken van, goh, hoe kunnen we dat met z'n allen tot een beter eind brengen eigenlijk. Goed, dan heb je de creativiteitszone nog maar net in het leven geroepen, maar jullie willen veel meer en jullie willen je grenzen gaan verleggen, toch? Ja, zeker. Ja, zonder meer. Creativiteitszone is eigenlijk ons eerste project. En we zijn allebei creatief actief en je komt er gewoon achter van, hoe de wereld werkt. Alle obstakels die je tegenkomt, de bureaucratie, cultuur. En toen was het eigenlijk zo van, ja, eigenlijk zitten we een beetje vast in dat stukje. Hoe gaan we daar nou mee om? En toen zei een leraar bij mij op school van, waarom ga je nou niet ergens anders kijken van hoe ze er daarmee omgaan? Nou, en hij kende iemand met een muziekschool in Bangkok. En toen zijn we bij Bangkok gekomen. Toen gingen we onderzoek doen naar de stad en naar wat er allemaal gebeurt. En er is gewoon gigantisch veel creativiteit, ook op muziek of op het gebied van muziek en design. Maar ook is daar bijvoorbeeld vorig jaar een staatsgreep geweest en is daar vorig jaar nog een bom ontploft. En ja, als zulke dingen gebeuren zijn natuurlijk hele andere dingen in het leven belangrijk. Maar goed, mensen zijn nog wel steeds creatief. En hoe heeft dat dan invloed op datgene wat ze doen? En dat is eigenlijk wat we daar willen gaan onderzoeken. Dat zijn mooie plannen voor jullie om het daar te gaan bekijken, maar het moet een documentaire worden. Ja. En een documentaire kost geld. Klopt. En daarvoor zijn we dus een crowdfunding gestart. We hebben het hele project begroot op €6.000.
En nou ja, goed, dat geld ja, is misschien wel handig om te weten waar dat naartoe gaat. Dat is dus voor de huur van de apparatuur. We moeten dat spul nog verzekeren. We moeten daar het verblijf. We moeten in ieder geval alles eromheen. Ook de mensen die ons uiteindelijk gaan supporten via de crowdfunding. Die krijgen daar dingetjes voor terug. Nou, dat komt daar ook weer uit dat potje. Wat er wel even bijgezegd moet worden. Is dat het streefbedrag is dus 6000 euro. Daar hebben wij 30 dagen de tijd voor. En halen wij nu zeg maar binnen die 30 dagen, 4.500 euro op, dan krijgen we dus helemaal niks. Dus dat mensen niet denken van, goh, die jongens hebben al een beetje, hè? Krijgen de gullegevers dan het geld terug? Ja, inderdaad. Ja, zo is dat geregeld via een officiële website, die houdt dat netjes bij. Dus mensen die doneren, dat wordt netjes afgeschreven, mochten wij de target halen. En anders dan wordt het allemaal weer netjes bij de mensen teruggestort. Ja. Nu wil elke kijker direct graag doneren, waar gaan ze dan naartoe? Dan kunnen ze naar www.cinecrowd.com/creativiteitszone. Ja, dan gaan we natuurlijk naar sport toe. Vanavond nieuw iemand, Gea. Gea, wat heb jij vanavond in sport? Anders waar ga je het over hebben? Ja, uiteraard over damesvoetbal. Dames E van de Zweef staan hartstikke goed in de tweede klasse. Ze staan aan kop. Dus een mooi moment om even vooruit te kijken. Kijk mee. Het eerste jaar trainer bij de dames van de Zweef. Is dat een leuke ervaring? Ik ben bij de hele kleine meisjes begonnen. Dus de stap voets iedere keer naar boven. Het leuke van deze groep dames is dat ze veel zelfstandiger zijn. Ik bedoel, we zetten de spullen in de gang neer en die dames die komen, die nemen de ballen mee, nemen de watertas mee, noem maar op. Ik hoef zelf niks meer te doen. En toen de kleine meisjes moest ik alles zelf doen, alles opruimen en zo. Dus ik heb iets meer handen vrij. Het is een hele spannende competitie, tenminste voor de bovenste twee op dit moment. Ja, eigenlijk alleen de bovenste twee. Ik bedoel, Wikkappen staat op 11 punten. Normaal gesproken hebben die geen kans meer. Het gaat tussen Richtersbleek en de Zweefvrouwen. De eerste wedstrijd, de uitwedstrijd, hebben jullie met 1-2 gewonnen. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie geweest. Ja, dat was echt een topprestatie. Ook een topprestatie vind ik van de hele ploeg. Dat mag ook best gezegd worden. Er zijn drie dames die hebben zich vrijwillig gezegd van, laat maar staan, gaat goed. Wij offeren ons al op voor 3 punten. Kijk, en als je dat doet, binnen zo'n team, dan word je kampioen. Kan niet anders. Hey, Milena, dames 1 van de Zweef. Jullie staan hartstikke goed op dit moment. Leuk team? Ja, zeker. Heel leuk team. Ja. En hoe lang ben jij ondertussen hier bij deze club? Ik denk zo'n 15, 16 jaar, zoiets. En wat zijn jullie plannen voor de toekomst? Nou, onze plannen zijn natuurlijk kampioen worden. Dat is echt wel ons doel. En ik denk ook wel dat we een goede kans maken om dat dit jaar te bereiken. Oké, jij bent voor- of achterspeelster eigenlijk? Ja, ik sta bijna eigenlijk overal, maar op dit moment sta ik laatste man. Je hebt nog één wedstrijd voor de winterstop, hè? Aanstaande zondag spelen wij hier om 12 uur op Gageman tegen Gelre Vrouwen 2 voor de eerste periode. Ze zeggen al, we hebben hem, maar ik zeg gewoon, we hebben hem nog niet. We moeten gewoon 3 punten. We moeten bovenaan blijven staan met 3 punten los van Richtersbleek. Jij speelt uiteraard ook een bepaalde positie. Wat is jouw plek in het elftal? Ik speel rechtsbuiten. En ben je ook een van de kooltjes die van het team? Nee, ik ben meer van de voorzet. Jullie team, hoe lang is het hele team eigenlijk bij elkaar? Er zijn een aantal spelers die al jarenlang samen spelen. En er zijn een aantal spelers van buitenaf bijgekomen. Dus eigenlijk elk jaar komt er 1 of 2 komen erbij. Dus dan verandert het ietsjes. Maar over het algemeen is het al jaren redelijk, de basis is hetzelfde. Ja. Romy, een van de nieuwe spelers is dit jaar Dunja, hè? Ja, dat klopt. Ja. En wat brengt zij extra in het team nu? Ik denk dat zij voor ons heel veel zekerheid achterin brengt. Waardoor we ook misschien wat meer durven te voetballen en wat meer durven te spelen. En dat we iets aanvallender kunnen gaan spelen. Hoe lang ben jij ondertussen bij het team? Want volgens mij voetbal jij ook al heel lang. Ja, dit is mijn 5e seizoen, dacht ik. Ja, mijn 5e seizoen. Ja. Maar daarvoor bij andere clubs? Ja, ik ben begonnen bij DES als 5-jarig meisje. En toen ik 17 was, heb ik bij Bekwik 28 zondag voetbald. En nu dan mijn 5e seizoen hier bij de Zweef, vrouw 1. Ik sta op het middenveld, meest centraal op het middenveld. Dus je bent een kilometer vreten? Ik doe mijn best, ja. Je hebt ook een hecht team waarschijnlijk met twee andere begeleiders. Jullie hebben veel samenspraak over het team. Ja, ik werk heel veel samen met Jill en Jos Lach als grensrechter. Jill is dan mijn assistentcoach. Ik betrek eigenlijk op alle fronten in de bespreking, in de opstelling. Ik maak opstelling en Jill mag even het laatste woord bijna.
Dus samen doen we dat. Dus binnenkort naar nog een hoger team? Nee. Ik ben zwever. Dit is mijn hoogtepunt. Hoeveel trainen jullie? Wij trainen twee keer in de week hier op het sportpark. Maar er zijn ook een aantal dames die naast het voetbal ook genoeg uurtjes doorbrengen in de fitness. Of gaan hardlopen of dat soort dingetjes. Zeker als het einddoel wat ik van de dames gehoord heb, dus de promotie is. Dat zou geweldig zijn natuurlijk. Eerste klasse. Nooit eerder gepresteerd geloof ik, hè? Nee, dus bij de zwerfdames nooit eerder geweest, nee. Dan gaan we de heren achterna, hè. Daar streven ze denk ik al wel een jaartje of 5, 6 na. Om toch eindelijk die stap naar boven. En dat is ook een plafond, hoger komen we niet. Wat is jouw invloed daarop? Ik heb gezegd, eerst dat die dames moeten plezier weer terugkrijgen in voetbal. Ik bedoel, ik ben een zwerver en wij houden hier allemaal van gezelligheid. En die gezelligheid moest ook in dit team weer terugkomen. En dat miste ik een beetje. Ik denk, als het zo gauw erg gezellig is, dan gaan ze voor elkaar voetballen. Je ziet in Richtersbleek 3 meiden die zeggen gewoon, we gaan aan de kant zitten voor het doel kampioen. Dan kun je alleen maar worden ook door gezelligheid erbij in, ja. Ik hoorde dat ook van Jill al, dat deze meiden die gaan ook voor elkaar. En is dat ook jullie invloed samen die dat teweeg heeft gebracht? Ja, denk ik wel, ja. Daar hebben we echt wel samen invloed op hebben gehad. Jill als ervaren dame in dit team, eerst als voetbalster, later als leidster. Die kennen de meiden al veel beter dan ik. En dan mijn positieve instelling, dan moet samen komen, dan gaan we naar boven kijken, ja. Dus jullie zijn van harte welkom, ook aanstaande zondag 12 uur hier sportpark Gageman. Als goed speel op het hoofdveld, dus we gaan voor de eerste periode. Ja, inmiddels is Wil van Raadsplein aangeschoven. Wil, vanavond Raadsplein, waar gaan we het over hebben? Nou, wat we net over hadden. Voetbal. Over voetbal onder andere, over sport. De sportnota staat volgende week op de agenda in de raad. Ja. En ik heb een aantal mensen uitgenodigd om daarover te praten. De bestuurscommissie die daarbij betrokken is. Helaas, de meneer die daarvan, Aart Stegeman, was op het laatste moment verhinderd. Heb ik een andere gast gevonden. En Jos van der Born van de PvdA, die daarvoor verantwoordelijk is. En Erik Heuver. Erik Heuver is de voorzitter van een van de grootste voetbalclubs in Nijverdal, Hellendoorn, van de Zweef. Okay, en die had heel veel kritiek op de manier waarop deze nota tot stand is gekomen. Oh. Niet alleen hij, maar alle voetbalverenigingen die zeiden, ja, we mochten zogenaamd meepraten, maar de manier waarop dat gegaan is, waren ze het niet mee eens. En daar wil ik het ook over hebben, over meepraten in zo'n rapport. Hoe kun je daar nou op een goede manier het gevoel krijgen dat je toch meepraat, meebeslist, ja. En dat je ook wel weet dat je niet allemaal je zin krijgt. Want die voetbalverenigingen, die willen heel allemaal graag. Allemaal kunstgras, hè? Willen allemaal kunstgras, maar gaan ze echt niet ik krijgen. Ik hoor dat geld op was voor ja, kunstgras. Nee, gaan ze niet krijgen. Dus nee, maar dat is hun kritiek niet, hoor. Dat is hun kritiek niet. Gewoon dat ze niet mee mogen bepaalde ook. Ja, dat ze toch vinden dat het proces wel anders had kunnen lopen. Dus meneer Van der Born krijgt dan een zware avond om de politiek te verdedigen? Nou, hè? Het zou mij niet verbazen als meneer Van der Born het eigenlijk wel een beetje met z'n eens is. Oh. Dus ja, dat wordt nog wel lastig, want hij maakt wel deel uit van de coalitie die dit rapport neer gaat leggen. Dus dat wordt een mooie uitzending straks, Raadsplein. Nou, ik hoop niet dat ze elkaar weer zo in de haren vliegen. Want geef jij me nou zo'n goede tip, Martijn. Moet ik dan ingrijpen moet ik het laten gaan? Kijk, als we het hebben over ingrijpen. Giel Beelen heeft van de week ingegrepen bij Main Street op de radio. En dat werd niet heel goed gewaardeerd door mensen. Maar ja, ik denk als je politiek presteert... Ja. Want vooral die mensen, ik heb ze net gezien. Ja, je hebt ze je gezien. Je moet zeggen, pam, af. Ja, ja af. Ja. Maar heel leuk, er is ook een jonge vent bij, Gerwin Berendschot, een jonge ondernemer. Leuk. En ik weet dat hij actief is op de social media. Hij schrijft leuke stukjes over vluchtelingen en allerlei andere dingen. Dus ook wel gerelateerd aan de politiek. En ik heb hem gebeld. Ik zeg, joh, wil jij een keer meepraten? Hij zegt, ja, maar ik heb niks met politiek. Ik zeg, hoe kan dat nou? Iedereen je hebt het over vluchtelingen en je hebt het over... Het centrum. En je hebt niks met politiek. Dus hij zit er als relatieve buitenstaande bij. Dus dat wordt gewoon een leuke uitzending. Wordt een hele leuke uitzending. Ik ga kijken naar je tijd, Wil. Goed zo. Ik ben klaar. Bedankt voor Martijn, het aanschuiven. Bedankt. Succes. Hoi.
Ja, terwijl veel probeert hier weg te komen, maar dat lukt nog niet helemaal, want ze zitten nog aan het snoer vast. Gaan wij, Wil blijft anders gezellig zitten bij mij. Gaan wij door naar de culturele agenda. Want zoals u van ons gewend bent aan het einde van de uitzending, dus de agenda. Daar komt ie, want de, ja, ze is los. Ja. De Prinses Beatrix School houdt 17 december een gezellige winterfair van 6:30 tot 8:00. Het schoolplein wordt omgetoverd naar winterse zweren en er is een kerstmarkt. Nou, daarna is voor de leerlingen en de ouders ook nog een bijzondere kerstwandeling door de Wilhelminawijk uitgezet. Dus zet die in je agenda. Ja, eindelijk weer tijd voor onze mannen. Want onze mannen zijn terug met een nieuwe film, namelijk Mannenharten 2. En ja, op donderdag 17 december kun je naar de première bij het cinema in Nijverdal. Tijdens deze avond wat je ontvangen op de Rode Loper, krijg je een welkomstdrankje. En tevens wordt er in de pauze nog een lekker hapje uitgedeeld. Ja, Mannenharten 2 beloven een leuke romantische komedie te worden, waarin er veel veranderd is in het leven van onze mannen. Maar ja, daarin blijkt ook niet dat alles een sprookje is. Althans, de liefde, ja, het is geen sprookje. En dat weet ik dan niet uit ervaring, want bij mij is het altijd een sprookje. In het zwembad Het Ravijn wordt zaterdag 19 december een spetterend Christmasparty gehouden voor de jeugd. Ja, kerst weer alom in Het Ravijn. Het zwembad wordt feestelijk versierd. DJ Nick, wie kent hem niet, draait de vrolijke kersthits en er liggen vrolijke kerstballen in het zwembad. Ja, mocht je dit nog niet allemaal spannend genoeg zijn, dan kun je ook nog meedoen aan de Ars-race. Dus zet in je agenda 19 december dus. Tevens is er in de vakantie weer genoeg te doen bij de schaatsbaan. We zagen net al een item. Ja, om het hele programma is een beetje moeilijk om dat allemaal op te noemen. Want Wildy wil zo beginnen met Raadsplein. Daar hebben we iets op bedacht. U kunt even kijken naar de Facebookpagina. Die staat hier onder in beeld als het goed is. En daar staat de complete agenda op. Wat ik wel weet is dat wij de morgen weer zijn van 2 tot 8 om de gezellige hitjes aan elkaar te draaien en daar een feest te maken. Dus morgen Roy Rienes DJ Crew. Dames en heren, dit was hem alweer Hooi Centraal. Hierna kunt u dus kijken naar Raadsplein met Wil. Tevens zouden we het leuk vinden als u na deze uitzending en dan ook nog na de uitzending van Raadsplein, want anders mist u dat, te surfen naar onze Facebookpagina en deze ook te liken. Dit doet u door te surfen naar facebook.com/hoimedia en te klikken op de Vind ik leuk knop. Dat was allemaal weer u thuis. Bedankt voor het kijken. Gea Vuurdoop bij Sport. Super gedaan. Leuk dat je er was. Houd vol. Volgende week dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot zover. Tot volgende week.